Nog geen 24 uur na de overval op bakkerij van der Linde staat eigenaar Edwin Vos alweer in zijn bakkerij, druk met oranje tompoezen. De overvaller kwam maandagochtend de winkel binnen en kwam in de bakkerij oog in oog met Vos en bedreigde hem met een mes. Een werknemer van Vos gooide een ijzeren bakkerskrat tegen het hoofd van de overvaller, waarna hij werd overmeesterd. De schrik zit er nog goed in. Ja, je denkt er niet over na, zoiets overkomt je. En hij is dan echt dreigend met dat mes naar me te steken, zeg maar. Maar daarna besef je wel, vooral toen mijn dochter binnenkwam, toen had ik het eventjes moeilijk. Toen had ik wel zoiets, misschien had ik ze wel nooit meer gezien, door iets onbenulligs. Naast schrik is er ook veel verbazing bij de bakker. Vooral om wat de 16-jarige overvaller zei nadat hij was overmeesterd. Ja, was 16 jaar. En dan al roepen dat dat je enige keuze is die je hebt in je leven om aan geld te komen. Dan is er wel iets goeds mis met je, denk ik. Er had ook gewoon, ja, een jongen van 16 hoort volgens mij gewoon op school te zitten. En ik word nergens aangenomen. Ja, als je 16 bent, hoeveel heb je dan gesolliciteerd en wat wil je dan? Ik snap dat niet. Een dag later staat de etalage van de winkel vol met bloemen van klanten die hun steun kwamen betuigen aan de bakker en zijn personeel. Maar de bakker heeft een remedie gevonden om het verhaal te verwerken. Gelukkig hebben we heel veel bloemen gekregen en berichten van lieve mensen, telefoontjes. Dus dat was wel hartverwarmend. En vandaag toch maar een tompoesje dan. Een tompoesje en vanmiddag een lekker glaasje bier en een wijntje. En dan hopen we dat we het dan wat gauw kunnen vergeten en weer verder kunnen gaan met ons normale leven.